het heeft niets met elkaar te maken. In die zin dat ook mijn personage is anders. In theater was ik DJ die niet kon lasten, denk ik, maar die verliefd werd op Alabama. En die Alabama, dat was Mieke. En die werd gespeeld door Mieke op de manier dat Mieke dat deed. En dat was gewoon een andere DJ dan de DJ die verliefd wordt op die Alabama, die velen in de film heeft neergezet. Het zijn gewoon twee zo verschillende dingen. En de keuze van Felix die een grote weerslag heeft gehad op mijn personage ook. Dus eigenlijk valt het niet met elkaar te vergelijken. Ik weet alleen dat als Mieke Alabama had gespeeld, dat fantastisch ging geweest. Maar helemaal anders. En we zouden een heel ander film hebben gehad. En het zou niet de film geweest zijn die Felix wil maken. En Felix heeft het recht om de film te maken die hij wil maken. Vind ik gewoon. En voilà. En ben gewoon zot verliefd nog altijd op al twee de Alabama's. Zo is het. En als ik de ene zie ik de andere. En als ik de andere zie, komt er een weet er ook wel bij. En, maar ach, weet het is nu voorbij. Theater is gedaan. Ander en beter. Beter zal moeilijk zijn, maar ander in elk geval. En de film is nu uit, of hij komt uit. En dat de mensen zijn als we. Ik kan mij niet meer schelen, my job is done. Ik meen het, het is 6 jaar van mijn leven, dat project, met een grote tussenstop in Schellebellen. En het is goed dat het gedaan is. Het is goed. En alles wat er over van is, van het schone van theater is natuurlijk dat na de laatste voorstelling schiet daar niets van over. Alleen wat dat de mensen individueel meedragen van zo'n voorstelling. Maar alles is weg. Er is niets. Je kunt dat niet voorleggen als zijnde. Ja, in het boekje VD staat er, die voorstelling heeft zich in 2008 in première gegaan. En die mensen die eraan mee en dan kun je dat zien. Maar mijn film, dit gaat bestaan. Over 300 jaar bestaat dat nog. Als er een zot is die dat ergens in een of ander Vlaams filmmuseum bewaart. Dan, ja, dat is onherroepelijk en dat is fantastisch. Maar my job is done. Ik hoef er niet meer. Het is goed, ik wil nog wel meegaan naar wat festivals en zo wat. Eer gaan opstrijken, als er eer komt, hè, voor hetzelfde als met Tomat naar mij. Maar ik wil wel nog wat eer opstrijken, maar mede door dat voorval, ik heb daar heel veel vragen over gekregen. En ik antwoord er altijd op wat ik nu antwoord. Dus je moet dat filosofisch bekijken en Felix heeft het daar recht om dat te doen. Hoezeer ik ook, en ik zie ze al twee vragen. Thank you.